Het verrassende vond ik wel weer Amerikanen. Maar het zijn goede mensen. Dus buiten beeldbepalend voor het vak geweest. Hele fundamentele dingen gedaan. Dus in die zin is het, ben ik niet verrast. Ja. Ja. Ik was aanvankelijk wel verrast over het feit dat die twee samen kregen. Want hun werk is op het eerste gezicht heel anders. Heel anders. Sargent is vooral bekend geworden door zijn werk op het gebied van rationele verwachtingen. Daar is hij een hele grote pionier. Niet de uitvinder, dat is een zekere Muth, veel eerder, maar in een heel andere context. Ja, dat is zijn grote verdienste en zijn hele leven heeft hij eraan besteed. En, ja, en die modellen zijn heel wiskundig. Hij doet het erg wiskundig, veel minder empirisch. En dat is verschil met Sims. Sims heeft heel veel empirisch werk gedaan. Ik vind wat Sims heel mooi werk heeft gedaan. Ik ben ook vertrouwd met zijn werk. Althans, ik hou van dat werk veel meer dan van het abstracte gedoe van Sargent. Niet omdat ik bang ben voor die wiskunde hoor. Maar, en ja, het leuke, het mooie van Sims vind ik, hij is heel empirisch, dat spreekt mij aan. Maar ook heeft hij een brug weten te slaan tussen wat de economen structuurmodellen noemen, die beschrijven het gedrag, en de tijdreekse modellen, die veel mechanischer zijn. Hij heeft laten zien dat die twee eigenlijk in elkaar zijn te transformeren. Wat ik, dat is een wiskundige grap, maar ik vind het heel mooi dat hij die synthese tot stand heeft gebracht. En het grote belang van zijn modelwerk is dat hij zegt, die structuurmodellen, die heel populair waren, nog steeds zijn, die veronderstellen een heleboel speciale dingen die niet zichtbaar zijn. En hij heeft met zijn zogenaamde VAR-modellen, Vector Autoregression modellen, heeft hij laten zien dat die restricties wel degelijk zijn. We stellen in de structuurmodellen coëfficiënten op 0 of op 1, in definitievergelijkingen bijvoorbeeld. En ja, als je dat uitzoekt met een VAR-model, kun je nagaan of dat echt terecht is. Nou, dat vind ik eigenlijk heel mooi, heel elegant. Of het praktisch van groot belang is, dat weet ik niet, maar het is wel heel mooi. Het is een oude traditie in de economie om verwachtingen te laten, te proberen te modelleren, grip op te krijgen door te kijken naar het verleden. Dus de geschiedenis, het verleden bepaalt wat morgen zal gebeuren. Bijvoorbeeld, als je een prijsverwachting moet hebben of een aandelenkoersverwachting, dan kijk je naar de koers van gisteren en eergisteren. En een samenvatting daarvan, dat is die verwachte koers of prijs. En daar heeft Sargent een hele fundamentele verandering geïntroduceerd. Niet helemaal alleen, maar hij is daar toch groot. Je kan zeggen, ja, het is niet van belang wat in het verleden is gebeurd, maar welke informatie in het heden besloten ligt, die is bepalend voor die verwachting. Dus hij heeft een backward-looking perspectief vervangen door een forward-looking perspectief. En dat is wel erg realistisch. Alleen, en daar moet ik wel meteen aan toevoegen, ja, is mooi gezegd, maar hoe doe je dat? En je ziet dan toch heel veel dat Sargent heeft, denk ik, niet voor niks weinig empirisch werk op dat terrein gedaan. Dan zie je toch dat je een beroep moet doen op allerlei benaderingsmethode om tot die dingen te komen. Dus empirisch weet ik niet of rationele verwachtingen, dat je daar veel mee aan kunt. Ik heb dat ook wel eens geprobeerd. Maar theoretisch is het heel belangrijk. Ik bedoel, die ommekeer van naar het verleden kijken en dat vervangen door naar de toekomst te kijken. En dat is informatie. Als je weet dat er overal grote begrotingstekorten zijn, ik noem maar wat, die worden gefinancierd met leningen, dan weet je dat in de toekomst de belastingdruk zal stijgen. Dat weet je gewoon, want dat geld moet wel opkomen, tenzij men gaat bezuinigen op andere terreinen. Dat soort kennis moet je wel meenemen in de vorming van verwachtingen. Dat is de kracht van de rational expectations. Alleen, ik zei het al, hoe je dat in concreto moet uitvoeren, ja, dat is weer wat lastiger.
Maar dat is geen tekortkoming, dat is een empirisch probleem.